Nederland wordt steeds drukker. Met het programma Hoogfrequent Spoorvervoer maken ProRail en vervoerders het spoor geschikt voor de toekomst. Dit doen we in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel? Meer reizigerstreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het groeiende goederenvervoer. We passen daarom op verschillende plekken het spoor aan. Ook tussen Rijswijk en Rotterdam. In 2019 zijn we begonnen. Hoewel we nog tot 2024 bouwen, willen we jullie nu alvast een update geven. We vliegen over het traject van Den Haag naar Rotterdam. Nu rijden hier 22 treinen per uur. Maar het traject wordt gereed gemaakt voor 28 treinen per uur. We verdubbelen het spoor tussen Rijswijk en Delft Campus. En tussen Delft Campus en Rotterdam passen we de sporen en beveiliging aan. Laten we inzoomen. Vanaf Rijswijk leggen we 2 extra sporen aan. Een nieuwe onderdoorgang zorgt voor een veilige verbinding en betere doorstroming van het verkeer. Overweg het Haantje is daarom na bijna 174 jaar dienst in april 2021 afgesloten. We verhogen en verbreden de brug over de Kerstanjewetering. Op het DSM-terrein hebben we veel kabels en leidingen aangepast of verlegd. In 2015 is het nieuwe station van Delft geopend en zijn de sporen ondergronds gebracht. We hebben toen meteen een tweede tunnelbuis gebouwd, ter voorbereiding op de komst van de extra sporen en een perron. De 2 extra sporen lopen door tot en met Delft Campus. Het station ondergaat een volledige metamorfose. We bouwen perrons en een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Het station krijgt liften, zodat het toegankelijk wordt voor iedereen. Daarnaast zetten we in op duurzaamheid. Delft Campus wordt namelijk het eerste energie-neutrale station van Nederland. De nieuwe perronkap, bestaande uit zonnepanelen, zorgt niet alleen voor beschutting, maar ook voor de energievoorziening voor het hele station. Tussen Delft Campus en Schiedam passen we de spoorbeveiliging aan. Ook halen we wissels weg. Daardoor kunnen treinen korter op elkaar rijden. Op station Schiedam gaan de sporen 1 en 2 weer in gebruik. Zo kan dit station een intercity-station blijven. Tot slot zorgen we ervoor dat op Rotterdam Centraal treinen sneller kunnen aankomen en vertrekken door op bijna alle sporen andere wissels te plaatsen of weg te halen. En door het verleggen van de sporen. We verlengen de perrons voor de sporen 7, 8 en 9. Tijdens de werkzaamheden blijven de treinen zoveel mogelijk rijden. We houden rekening met de omgeving en proberen overlast te beperken. Eind 2024 is het spoor klaar voor de toekomst. Je hoeft als reiziger dan niet meer op de klok te kijken. De volgende trein komt binnen een paar minuten voorrijden.